Nederland Schoon is in het voorjaar gestart met een pilot op de Lijnbaan in Rotterdam. Omdat we hebben gezien dat het op de Lijnbaan wel schoon is, maar met name de losse peuken nog een probleem vormden. We zijn daartoe in samenwerking met Bilfinger en de gemeente Rotterdam van start gegaan. En hebben eigenlijk gedurende de zomer een hele aanpak uitgerold. De Lijnbaan is zeer kenmerkend en is al bekend vanaf de jaren 50. Dus heel veel mensen kennen het ook en komen gelukkig nog steeds. We proberen telkens mensen te verleiden om in het gebied te komen. Maar daar zul je toch weer met nieuwe dingen moeten komen. Want iedere stad heeft wel iets. Je zult je moeten onderscheiden. Vandaag hebben we een bijeenkomst waarbij we in een heel brede set van mensen vanuit allerlei disciplines het gedrag hebben bekeken. En vanmiddag gaan we het gedrag met elkaar bespreken, wat we gezien hebben, om daaruit de belangrijkste conclusies te kunnen trekken. We maken hier heel veel schoon. Door het heel veel verwijderen van het zwerfvuil, de blikjes, patatzakjes en dat soort dingen, ga je juist zien hoeveel peuken er dan eigenlijk nog op straat liggen. Dat willen wij zoveel mogelijk voorkomen. Dat willen wij ook doen door middel van net even andere manieren dan dat we altijd gewend zijn. Dit helpt ons om dat beter te begrijpen en wellicht betere voorzieningen te kunnen plaatsen. Uit onderzoek is gebleken dat nog niet alle consumenten op de hoogte zijn van het feit dat een peuk op straat ook daadwerkelijk zwerfafval is. En daarom vinden we het van belang om hier met verschillende partijen samen te werken aan een project waarbij rokers in staat worden gesteld om verantwoordelijk om te gaan met de peuken die zij in hun handen hebben. Na de workshop zijn we aan de gang gegaan met de metingen. Toen hebben we eerst een nulmeting gedaan om de situatie zoals die op dat moment was in kaart te brengen. We hebben als vervolgstap voorzieningen geplaatst. Dus dat zijn peukenzuilen en ook peukenvoorzieningen aan de bestaande afvalbakken die al in het openbaar gebied staan. En daarna hebben we een tweede meting uitgevoerd om het effect van die voorzieningen te meten. Ik moet even om me heen kijken, er ligt niet zo heel veel op de vloer, dus ja, het is hier schoon. Ja. Ik woon hier vlakbij en ik vind het toch wel prettig dat je leefomgeving schoon is. Ja, vind ik wel heel goed, want ik vind het echt niet kunnen dat sigaretten op de grond worden gegooid. Zeker ook met kleine kinderen, die pakken dat soort dingetjes op, dus heel goed. Vandaag zijn we de ondernemerspakketten aan het uitdelen. Dat zijn informatiepakketjes voor ondernemers die daarmee geïnformeerd worden over onze peukenaanpak en daarmee handvaten krijgen om hun medewerkers te informeren en te faciliteren. Nou, dat is een bijzonder persoonlijke aanpak. Nu wordt er daadwerkelijk persoonlijk overhandigd. Je krijgt er wat meer uitleg bij. Dus je ziet dat er heel veel binding is met de ondernemers daardoor. Waar het eigenlijk nu om draait is natuurlijk dat wij als ondernemers met ons personeel aan de gang gaan. Want ook de personeelsleden zijn natuurlijk een onderdeel van de Lijnbaan. En wij kunnen hun natuurlijk stimuleren om ambassadeur te worden om de Lijnbaan schoon te houden. Dus daar ga ik in eerste instantie voor inzetten. De dames beginnen. Precies in de volgorde zoals ik net zei. Jij begint. Zo. Ja, top. Wij zijn de Rotterdamse Peukeninspectie. In Nederland belanden elk jaar tussen de 7 en 10 miljard peuken op de grond. Er is behoefte aan het aanpakken van de peuken op straat. We hebben onderzoek gedaan naar het gedrag van de rokers en het gebruik van de asbakken. We hebben afgelopen vrijdag een filmpje opgenomen ten behoeve van social media, waar we John de Wolf en een aantal acteurs op pad hebben gestuurd om mensen die hun peuk goed weggooiden ook daarvoor te belonen. Dat hebben we net laten zien op een groot scherm achter mij. En de wethouder heeft ook daarbij gesproken over het belang voor de gemeente Rotterdam in het kader van hun zwerfafvaloffensief. Ik vind een resultaat van 30.000 peuken, hè, 20 kilo aan sigaretten die je ophaalt in een paar weken tijd, vind ik ongelooflijk goed. En kijk eens om je heen, dit is nu het resultaat. Ik zeg van, in een winkelgebied is dat perfect. Dat schept ook veel meer plezier als je naar de winkels gaat. En we gaan nog wel even door met meten ook om te kijken of dit bekendmaken, deze hele stunt, ook nog een bepaald effect heeft bij het winkelend publiek. Dus over een aantal weken weten we helemaal wat de uitkomst is. We hebben nu inmiddels een hele zomer achter de rug. Wat we nu constateren is dat met alle metingen die we hebben gedaan, voorzieningen echt een succes zijn gebleken. Na 11 weken zaten we op 50.000 peuken. Dus we zien echt een duidelijk stijgende lijn in het gebruik van de voorzieningen. Daar zijn we echt heel erg blij mee. En als klap op de vuurpijl heeft de gemeente Rotterdam ook besloten om de aanpak uit te rollen. Om meerdere peukenvoorzieningen aan te schaffen die ze op hun hotspots willen gaan toepassen. Dus dat is eigenlijk wat we beogen als Nederland Schoon. Is dat gemeente zelf aan de slag gaan met de aanpak die wij hebben uitgeprobeerd.